Het is vandaag woensdag en het is al bijna 2 uur. Ik heb gewerkt vanochtend en daarna ben ik gelijk naar het stadsloket gegaan om mijn rijbewijs aan te vragen. Ik heb een spoedrijbewijs aanvraag gedaan, want ik wil gewoon niet een week wachten. Daar heb ik gewoon geen zin in. Daar komt het op neer. Je betaalt wel het dubbele. Helaas, pindakaas. Maar goed, dat is een keuze. Je had ook gewoon wel een week kunnen wachten. En ik had daar gewoon geen zin in. Ik had gewoon zoiets van, als ik het weekend wil rijden of er is iets, dan wil ik dat wel gewoon doen. Dus morgen na 12 kan ik het ophalen. Ik zou in principe morgen werken. Maar ja, er is weer even geen werk. Het is weer echt, het is allemaal een beetje truttig. Maar goed, voor hun is dat natuurlijk ook wel makkelijk. Want ja, ik ben een uitzendkracht. Dus als ze geen werk hebben, dan kunnen ze zeggen ik heb geen werk. Maar ik kwam er nu zelf mee. En ik vind het ook helemaal niet erg om morgen niet te werken. Want weet je, het huishouden is gewoon echt, nou, dat staat stil. Echt bijna. Ik bedoel, ik doe de vaatwasser en ik kook wat. En ik heb er nu toevallig een wasje in gedaan. Maar ja, dus morgen ga ik even een beetje rommelen. En dan na, want ik kan pas na 12 kan ik mijn rijbewijs ophalen. En dan, nou, dan ga ik dat doen na de lunch. Als de kinderen weer naar school gaan, dan ga ik even met de metro daar naartoe. Ja, en verder heb ik nog niet echt heel erg veel te melden. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou ja, de halve dag is alweer voorbij. Matteo gaat naar masterclass. Ik ga eventjes, denk ik, met hem mee. Want die school is in een andere wijk en daar is altijd markt op woensdag. Dus dan ga ik misschien eventjes een klein rondje doen. Eventjes nootjes kopen en zo. Mika is nu met een vriendje boven. Pokémon kaarten iets aan het bekijken. En vanavond gaan we naar Kokusai. Ons favoriete Japanse sushi gerecht. restaurant. Want we willen natuurlijk vieren dat ik mijn rijbewijs heb gehaald. En in principe wilde Mark maandag al gaan. Maar ja, dan heeft Mika bijles. En ja, ik ga dat niet een half uur van tevoren afzeggen. Dat is gewoon niet netjes. Dus we hadden zoiets van, nou, dan doen we het woensdag. Dan hebben we niks. Dus we gaan lekker straks sushi eten. En ik ben echt heel langzaam, want ik ben ook, ik was zo moe. Vannacht om 3 uur kwam er een kindje naast me en die kon niet meer slapen. En die was een beetje, die voelde zich niet zo fijn. Dus die heeft even lekker naast me geslapen, maar dan kan ik gewoon niet meer slapen. Dus ik hoop nu echt dat het, weet je, dat slapen gewoon beter gaat met mij. Want het is echt, het gaat helemaal nergens over. Dus ik ben een beetje moe, dus ik ben steeds een paar dingen aan het doen. Ik heb de vaatwasser net aangedaan en dan ga ik weer even zitten. En dan ga ik eventjes de schoenen van Mika uitkloppen en dan ga ik weer even zitten. Dus het wordt weer zo'n dag, dat is het weer. Ja, dat was het eigenlijk. Niks bijzonders. Ik zie jullie zo direct weer. Weet je wat altijd zo gezellig is in zo'n restaurant? Is dat mijn kind dan zo een beetje gaat lopen DS'en en zo. En hier is daar aan de overkant zitten geen man en nog een kind, want die zijn verdwenen. Theo, hoe was de sushi? Sushi is heerlijk, altijd. Altijd, hè? Ja, dat is een beetje een probleem hier. De sushi is altijd goed. Oh, daar is nog een kind. Hallo. Goed. Hoe is de sushi? Goed. Hoe is het met jullie? Ja, hoe is het eigenlijk met jullie? Vertel eens, hoe is het met jullie? Ik wil het graag weten. Nou, we hebben heerlijk gegeten weer. Ik eet altijd een tikkie te veel bij de Kokusai. Maar goed, dat is dan maar zo. En ik ga zo direct nog even wat series kijken. Ik ga op tijd naar bed. En ik hoop gewoon dat ik goed slaap. Het is een soort van standaard dat ik dit nu zeg. Ik word er zelf ook moe van. Dus ik kan me voorstellen dat jullie denken, oké, je slaapt slecht. We weten het. Ja. En het was gewoon, het was een rustige dag. Matteo heeft zijn masterclass gedaan. Ik heb eventjes een rondje daar gelopen. Dat was het. Ik heb niet zo heel veel bijzonders gekocht. Eigenlijk. Dus saai. Nootjes. Ik koop altijd nootjes op woensdag bij de notenbar. En we gaan eventjes lekker de avond in. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doeg!